Ik heb het al gezegd als je kijkt op social media, maar het is tijd voor gameporno, dames en heren. Gewoon een beetje lekkere gameporno bij GameKings. Heel veel games krijgen we natuurlijk nu op de next-gen consoles. Vaak zijn dat dan gewoon de oude versies die op de PlayStation 4 en de Xbox One zijn uitgekomen, die nu dan worden doorgezet naar de next-gen console. En een van de fraaiere versies die, waarbij je echt toch wel een groot verschil ziet, is, moet ik gewoon eerlijk in zijn, NBA 2K21. Nou, ik ga hem niet reviewen, want het is in basis gewoon dezelfde game. En je weet uitgebreid, als je de review hebt gezien van mij, wat ik erover vind. Ik ga het ook niet meer over microtransactions hebben. Je weet dat het erin zit. Je moet er zelf, als je het wil betalen, moet je het zelf doen en anders niet. Er zit genoeg in die game ook om zonder microtransactions te spelen. En microtransactions of niet, dit is nog steeds voor mij de best gemaakte sportsgame overall. We gaan hem spelen op de PlayStation 5. Ik heb de game al weken, zo niet maanden, niet aangeraakt. Sinds de launch als, eigenlijk. Dus ik ben wat dat betreft erg roestig. Maar dat maakt even niet uit. Want wat ik vooral wil laten zien is gewoon hoe ongelooflijk mooi het eruit ziet. Ik ga gewoon één potje spelen en dan vooral letten. En dan ga ik jullie ook wat aanwijzingen geven waar je ziet hoe mooi Next Gen kan zijn. Dus ik druk nu gewoon eventjes op de headset. Op de headset? Ik moet de headset opdoen, krijg ik nu door. Dus dan ga ik gewoon even de headset doen. Dus, oh, die moet weg. Hij moet weg. Ik moet hem niet opdoen. Ik moet gewoon wegdoen. Ja, net als even een regie aanduidt. Maar ik laat hem gewoon lekker opstaan. Vind ik eigenlijk wel lekker. Hoor ik mezelf ook lekker goed. We zetten even NBA 2K21 aan. Druk je op de knop en dan zie je altijd weer hoe lekker snel dat allemaal verloopt. Het opstarten van een game vind ik heel erg fijn. Nou ja, die zien we allemaal logisch. Ik zet hem toch weer even af, want dan kan ik de televisie namelijk ook horen. Something went wrong. Ik weet niet wat dat is. Dit zijn een van die al die kleine rare bugjes die er zijn op de PlayStation 5. Maar don't worry, het maakt allemaal geen bal uit voor de game. Je kan namelijk gewoon spelen. De music score van deze game is fantastisch. Ik pak gewoon even play now. Hoppakee. En dan pak ik even quick play. Ik ben online en ik heb hier al geselecteerd de twee teams die ik heel erg tof vind. De Los Angeles Clippers, dat is op dit moment wel mijn favoriete team. Het team wat ik volg. Dus ik baal nog steeds dat de Lakers hebben gewonnen vorig jaar. Maar dat terzijde. En de New York Knicks, daar ben ik namelijk een aantal keren naartoe geweest in het tijdperk van Patrick Ewing. Laten we gewoon even de game starten en ook gewoon zien hoe ongelooflijk mooi dit eruit ziet. Ik hoef even niet te spelen. Ik zet hem even wat zachter. Maar jongens, als je een keertje bent geweest bij de NBA, dan weet je hoe ontzettend mooi dit ziet. En je ziet hier nu ook al de detail in de gezichten, de animaties. Het is allemaal nog smoother dan het al is. Ze stonden al op een hoog niveau als het ging om de current gen versie. En het is nu alleen nog maar mooier geweest. Deze shit gewoon, de shirtjes, de plooien in de broekjes. De schaduw. Ze zweten nu nog niet heel erg, maar dat komt zo allemaal wel. Het is toch welkelijk waar waanzinnig om naar te kijken. Nou, Knicks heeft echt een scheidteam, dat is duidelijk. Die zijn aan het opbouwen, maar dat doen ze al een aantal jaar. Hopelijk dat ze een paar jonge rookies erbij krijgen om het allemaal wat beter te maken. Dit is trouwens wel een goede speler, Julius Randle. Ik heb ook nog ergens zo'n shirtje van de Knicks. Je moet natuurlijk wat kopen als je daar bent. En de coach, Tom Thibodeau. Die ziet er een beetje raar uit. Maar dat maakt niet uit. Kijk eens even. Feestje. En de Clippers, die krijgen we allemaal eventjes niet te zien. Ah, daar komen ze wel. Ah, we gaan al bijna beginnen. En ja, dan heb je ook altijd waarschijnlijk nog wat verhaaltjes eromheen. Ook hier zie je weer gewoon, je ziet gewoon Kawhi Leonard. Ja, een beetje die blik die hij altijd op zijn hoofd heeft. Dave Aldridge, hartstikke bekend. Ook hij lijkt enorm ongelooflijk. En waar ik straks eigenlijk wil dat je een beetje op let, is eigenlijk niet alleen het spel zelf en de animaties en waarschijnlijk het krukkige spelen van mij. Want ik vind het echt een hele lastige game. Ik moet hier echt gewoon tientallen potjes spelen voordat ik een beetje weer weet hoe en wat. Kijk ook gewoon naar het publiek. Kijk wat daar allemaal gebeurt. Kijk naar het feit, wat je vaak ziet bij FIFA, dat je bijvoorbeeld
ik noem maar wat, 10 verschillende poppetjes hebt. En die hebben ze dan gewoon, daar hebben ze het publiek uit samengesteld. Hier lijkt het wel op dat bijna al die mensen allemaal andere gear aan hebben. Ook allemaal gesponsorde gear van de Clippers. Je ziet Nike, je ziet Adidas, al dat soort dingen. Hoppakee, ik heb al meteen eventjes de bounce pass te pakken. Oh, wacht. Ik ben gewoon dus... Wacht even. Ik speel nu fucking de Clippers. Niet de Clippers. Ik moet even choose sides, jongens. Godsamme bewaar. Ik ga natuurlijk niet gewoon... Ik ga hier natuurlijk. Ik ga natuurlijk eventjes... Ja. Hoppakee. En dan gaan we weer beginnen. Ik wil natuurlijk gewoon de Clippers spelen. Ik heb wel meteen een fout gemaakt. Aanvallende fout. Nou ja, maakt niet uit. Maar zie eventjes... Kijk eens al die... Kijk, daar zit dan wel recht voor je zitten twee mensen met een rood clippershirtje. Maar de een heeft een cap op en de ander heeft gewoon een ander kapsel. Er komen mensen lopen nu naar beneden. Ik let nu helemaal niet op de game. Die gaan nu zitten op verschillende plekjes. De fotografen. Zie dan, de fotografen volgen gewoon het spel. Ook dat, het is in fucking scene. Oh! Ja, mooie inside pass. Dat maakt niet uit. Je ziet de reclame allemaal op Junior NBA. Je ziet de tijd die goed loopt. Ja, lopen weer dwars doorheen. Ik doe allemaal even wat de expresse dingen, zodat je een beetje ziet hoe mooi de animaties ook zijn geworden. Ze worden steeds een stapje meer vloeiend. Natuurlijk zie je nog steeds wel een beetje die kleine clipping momentjes, dat ze van de ene animatie naar de andere gaan. Oh, ja, ik heb de bal. Fast break. Ja, dan moet ik dus natuurlijk niet naar hem. Hoppakee. Bal erin. Kijk even. De Clippersbank die dan gewoon weer opstaat. Ja, ik kan van dat soort dingen gewoon enorm genieten. Dat maakt voor mij dat ik deze game zo vet vind. Het is niet alleen de sport. Dat vind ik bij FIFA ook hartstikke leuk. Ik bedoel, ik speel graag potjes FIFA. Alleen de hele ambiance eromheen vind ik gewoon niet zo heel boeiend. Het moet echt van de sport komen, terwijl hier gewoon alles in zit. Hoppakee. Nou, George, outbounds pass. En weer teruggeven. Hop. Oh. Flopsa! Kijk, die Zubac is zo traag als dikke stront. Ho. Oh, ja. En de rebound. Transition basketball. Even kijken, ik ga even wat opzetten. Ik ga motion doen. Hoppakee. Kijk ook even naar de weerspiegeling op de vloer. Maar het is zo fucking... Ja, als je deze game wil spelen, moet je het eigenlijk toch wel next gen doen. Ik bedoel, het kost wel wat. Dit is een van de duurdere games op de next gen. Ja, dat is dan wel jammer. Nee. Oh. Oh! Hij loopt gewoon dwars doorheen. Fucking hell. Dat maakt niet uit. Gaan we weer aanval opzetten. Een beetje pasen. Nee, bal kwijt. Oh, loopt er een helemaal vrij in de hoek. Hij ziet het niet. Vloeiende beweging ook allemaal. Oh. Ja, netjes. Aha. Nou, Leonard toch. Jesus. De timing in deze NBA is lastig geworden. Je weet al, het schotmechanisme is ietsje moeilijker geworden. Niet iedereen is daar even blij mee. Oh, die zat ook nog onder de knop. Kijk, er zijn een paar mensen daar opgestaan. Die zijn waarschijnlijk frisdrank gaan halen of bier. Ja, verdedigen is ook nog steeds fucking moeilijk. We hebben een time-out. We gaan weer eventjes kijken naar de spelers. Je ziet nog af en toe wel wat schokjes, maar man, wat lijken deze spelers gigantisch veel op zoals het in het echt is. Aha, kijk eens. Die pakken we er ook nog even bij. De dames. Ja, natuurlijk ga je dit ook wegklikken op een gegeven moment. Dat snap ik ook wel. Maar het laat wel zien wat er allemaal in die game zit. Halftime report, al dat soort dingen. Dat soort stats zie je niet in FIFA. Je ziet het niet in andere sportgames. Dit zit echt
Motvol, kijk dan de Zeppelin die daar ronddraait. Je ziet al die doeken in de hoek van de nummers die retired zijn. De kampioenschap vlaggen. Ik vind het allemaal waanzinnig gedaan. Je ziet, ze zijn shirtjes aan het schieten. Nou, ook hier zie je, iedereen doet wel wat anders. Ik zit gewoon echt te kijken. Zie ik gewoon twee keer hetzelfde poppetje zitten? Ik zie het gewoon bijna niet. Nou, de dames mogen even weg. Kijk eens even. Nou, hij was toen nog coach. Is hij nu niet meer. Hij zit nu bij de Philly. Overleggen de coach Ty, die aan de linkerkant, die is nu de hoofdcoach van de Clippers. Ik hoop dat ze dit jaar het beter gaan doen. Gaan we gewoon weer eventjes kijken. Reggie Jackson. Ik weet niet of die er nog zit. Ho, 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 ho. Ah, nee, die kan ik niet laten schieten. Beetje moeilijke bal, maar hij zit erin. Let ook op het commentaar, jongens. Waanzin. Ook het commentaar is gewoon top. Op een of andere manier heb ik nooit het gevoel dat ik hier gewoon dezelfde lijntjes de hele tijd hoor. Tuurlijk zal het ongetwijfeld zo zijn. Ho. Ah, man. Hopsa! Ja, het ziet er gewoon echt gruwelijk uit. Ho! Ik zal gewoon eens even een andere wedstrijd opstarten. En dan gewoon eens bijvoorbeeld kijken naar de oude Michael Jordan. Die heb je er ook nog wel bij. Dan moet ik even kijken. Dan moet ik sowieso eventjes naar... Nee, wacht even hoor. Ik wil sowieso aan deze kant staan. All time, yeah. En dan even naar de Bulls. Even kijken, Bulls. Hallo, Chicago. Chicago. Even kijken, Detroit, Toronto, Houston, San Antonio, Phoenix, Oklahoma, Minnesota, Portland. Zit er niet helemaal achteraan, hè? 60s All-Stars, 70s All-Stars. Ja, daar zijn ze. Even kijken, Derrick Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman... Artis Gilmore. Oké, okay, nou, whatever. Die laatste ken ik niet echt, maar... En ze gaan spelen tegen... dan moet ik even weer naar die kant gaan. Nou, wie zal eens even kijken? Kijk eens even. Magic Johnson, Jerry West, Kobe Bryant, Abdul-Jabbar en Shaquille O'Neal. Jesus, wat een team. Mijn hemel. Mijn hemel. Daar kan je alleen maar van verliezen. Kijk eens even. Hebben ze ook andere schoenen aan? Het gaat om detail, hè? Kijk eens. Grappig was, toen vandaag de dag heeft elke basketballer tattoos. In die tijd had eigenlijk nog bijna niemand tattoos. Ja, Dennis Rodman natuurlijk wel. Hoppakee, ik win gewoon even van Shaquille O'Neal, hoor. Nou, geef die bal maar aan Jordan. Mr. West, ja, hij zegt sorry. Kijk, daar is hij hoor. De meester hemzelf. Ja, animaties zijn mooi, maar dat aan elkaar sluiten van animatie is nog steeds wel een puntje waar ze aan zouden moeten gaan werken. Maar goed, er valt altijd nog dingen te verbeteren. Nou, gaan we dat even doen. Oh, mijn god. Vuistje geven, COVID, heel goed. Scottie Pippen wil geen vuistje. Altijd 1,5 meter afstand bewaren. Nou, volgende. Flappa. Even kijken hoor. Ik ga even een 3-2 zone. Dat is heel erg flauw. Op een of andere manier kan ik dan het beste verdedigen. Ho. Nou, lopen Jordan. Oh. Hoppakee. Oh, dubbel team, beetje gevaarlijk.
shit. Oh. Oh, wauw. Ja. Oeh. Ze hebben ook wel veel lengte hoor, met Magic Johnson, Abdul en dan ook nog eens een keer Shaquille O'Neal. Maar goed. Nou, niet aan Dennis Rodman, want die kan... Nee, Jordan! Oh! Oh my god! Jesus. Waarom krijgen we daar geen reclame? Waarom krijgen we daar geen herhaling aan? Die was wel echt heel hard. Hoppakee! Ik kan het ook hoor. Heb ik nou fucking die reclames uitgezet? Instant replay? Even kijken hoor, of dat nou uitstaat. Settings. Game difficulty. Heb ik lekker makkelijk gezet, anders kan ik ook helemaal niks. Action replays. Often. Laten we die even op often zetten. Hè? Dan krijgen we wat meer van dit soort mooie reclames. Want dan zie je ook weer hoe fucking gruwelijk die game eruit ziet. Zo, wat een baas. Bam. Ja, dat... Hij speelde in een tijd dat er nog helemaal geen drie punten was. Maar hij schiet ze gewoon wel. Nee, niet naar hem. Scottie Pippen kan er ook wel van. Even aan de zijkant. En... Hopla. Kijk eens, nu krijg ik tenminste reclame. Daar hou ik van. Kijk, die schoen ook. En deze beweging gewoon. Hopsakee. Wat een game is dit, jongens. Oh. Ja, dan staat hij weer helemaal vrij, hè. Verdedigen vind ik nog steeds onwijs moeilijk in deze game. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik ken die gast helemaal niet. Is dat dan... Ze hebben nooit echt een traditie gehad van heel veel goede centers. Oh, oh wauw. Die rumble die werkt ook. Je voelt echt in je stick of in je trigger dat iemand tegen je aanloopt te duwen. Hartstikke tof gedaan. Even kijken hoor. Ik ga quick isolation doen. En dan gaat hij tegen me. Mooie Jordan. Hoppakee, fadeaway. Bam. En toch, kijk, ik kan natuurlijk wel de game gaan aanprijzen dat dit een van de mooiere next-gen games is. Misschien samen met Demon's Souls denk ik dat dit het mooiste is wat we op dit moment op next-gen gebied hebben. Alleen, het zijn allebei wel games op de PlayStation 5 die niet heel makkelijk zijn. En dit moet je ook nog maar eens een keer liggen. Ik bedoel, qua zwaak is dit ook wel een dingetje. Hopla! Ik doe gewoon alles met Jordan. Dus ja, als je van sport houdt en je hebt een next gen, dan is dit wel echt een game. Hier kan je heel veel tijd in steken. En nogmaals, Microsoft, je weet het, maar je hoeft er niet mee te spelen. Ik bedoel, je kan ook gewoon je eigen competitie gaan spelen, tegen elkaar spelen, tegen je maten. Heb je twee controllers nodig natuurlijk, dat wel. Maar dan heb je gewoon echt heel veel plezier. Flappa! Wide open. Ja, dan is dit toch een waanzinnige game. En wat ik al zeg, van deze game is dan ook nog eens een keer voor een groot deel gemaakt met in het achterhoofd de current gen. Dus kun je nagaan hoe ze nog verder kunnen gaan in animaties. Die clipping een beetje gaan wegkrijgen. En dan heb je natuurlijk heel veel gameplay dingen nog die beter kunnen. Oeh, dat was een raar beweging. Ja. Kobe Bryant, die mist. Kan helemaal niet, joh. Wat een rare bal. Ah, weer een herhaling.
flop. Nou, twee keer achter elkaar. Is er met hem aan de hand? Boom. Heb ik al met iemand anders gescoord dan Jordan? Nee, toch? Hij schiet wel alles raak. En Kobe Bryant niet. De Black Mamba. Wat is dat nou voor iets raars? Bizar. Oh, ik zat niet op de shot clock te letten. Even kijken hoor. Ik kan nog één ander dingetje. Wat kan ik nog meer laten zien wat mooi is? Dit schijnt ook wel echt fucking breed eruit te zien. Laten we 3-3 doen. Hartstikke leuk. De Ringers tegen de Ballers. Ja, toch? Oh, there must... Ja, ik snap hem. Ik ga voor de Ringers. Court size, full court. Nee, we gaan half court. Dan mag ik ook nog mensen gaan kiezen. Whatever. Even kijken, wat vind ik nog meer een leuk team om mee te spelen? Even kijken, de Hawks. De Hawks is wel leuk, met Trae Young. Die gaan we erin doen. Clint Capella gaan we erin doen. En... Blah. John Collins, weet ik veel, doen we die er ook in. Prima, toch? Oh, ze gaan tegen elkaar spelen? Nou, dan klik ik maar gewoon wat aan. Start. Hoppakee. Kijk eens even, jongens. Dit is gewoon... Kijk eens, dat publiek... Niemand heeft hetzelfde shirtje aan, jongens. Er heeft daar iemand zo hard zitten werken om al die verschillende shirtjes te maken. Het is wel handig dat het rood tegen rood is, moet ik zeggen. Verdedigen, verdedigen. Ho! Blokken. Oh, hij heeft... Oh jee, je moet altijd naar buiten. Regels... Nee, joh. Nee, joh. Hij heeft hem weer. Nee, joh. En geblokt. Ha, nu heb ik de bal. Moet ik eerst naar buiten? Dat was altijd de regel. Dat weet ik nog wel. En een goal. Een goal. Twee punten. Ja, dan moet ik de bal weer afgeven. Dan gaan we weer verdedigen. Ja, die is een beetje te klein. Oh, hij mist hem. Hier naar buiten. Ja, dat wordt goed verdedigd, jongens. Oepsie, hoppakee. Trae Young, de man van de bewegingen. Dan gaan we weer balletje pasen. Kijk eens, mooie trainingspakjes. Noodbal. Oh. Noodbal. Nee, jongen. Man. Kijk eens ook gewoon de court zelf. Er zit nog een gigantische foto op. Oh ja, dat is... Oeh, fuck. Ja, dan ben ik de lul. Dat is duidelijk. Anyway, games ziet er gewoon gruwelijk uit. Daar kan je niks over zeggen. Dat is natuurlijk ook voor een deel wat next gen is en wat je op dit moment nu kunt verwachten. Ik bedoel, gameplay-wise, de game is gemaakt voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Daar zit niet heel veel nieuws in. Het draait vooral om betere graphics, soepele animaties, betere belichting, effecten die er allemaal in zitten. Het publiek, ik heb dat niet kunnen checken. Volgens mij hebben ze ook allemaal wel echt verschillende dingen aan in de current gen. Maar
het feit dat je nu ook zit te kijken naar zoveel diversiteit in die aankleding. Het maakt voor mij gewoon dat dit een waanzinnig mooie game is. Die FIFA is nog niet uit op de next gen. Ik denk dat daar niet zo heel veel zal veranderen qua gameplay. En visuals, ja, dat is heel erg natuurlijk op het veld. Ik vind het publiek daar nog steeds echt een ondergeschoven kindje. Ik vind de ambiance eromheen een ondergeschoven kindje. Alhoewel, er gebeurt natuurlijk veel minder tijdens de voetbalwedstrijd. Hè, het is nog steeds in de pauze 15 minuten niks. Je gaat een warme worst halen en bier. Terwijl in de NBA met de timeouts is natuurlijk heel veel vertier. Maar het zit zo goed in deze game. En nu dus mooier dan ooit in beeld gebracht.